Ja, jullie hebben natuurlijk ook genoten van die kakelende. Ja, hey, de kakelende was teleurgesteld. Was eigenlijk een beetje boos dat niet iemand van D66 voorgedragen was als eurocommissaris. Ja, want dat werd nu onze Wopke. Ja, maar zij had het zelf graag willen zijn. En die Ollongren en weet ik veel wie nog meer. En jongetje Jette, ja, die zag ze ook nog als een grote kans hebben. Maar dat ging allemaal niet door. Kijk vrienden, het zit als volgt. Onze Mark, de Mark, die heeft, dat weten wij, een heel slecht geheugen. Ja, die kan zich sommige dingen meestal nooit actief herinneren. Maar wel de avond, de dag dat hij naar de Kamer moest komen na de val van het kabinet. En iedereen eigenlijk hem ten val wilde brengen. Maar dat was vooral D66. Ja, want die hadden toen gebeld. Weet je nog? Met Wilders. Ja, ja, die paternotte. Ja, als Wilders eventjes snel een motie van wantrouwen zou indienen, dan zou D66 met hun meestemmen. En dan zouden ze hem, hup, het kopje afhakken. Ja, dat was het idee van D66. En dan zouden ze vlak voor de stemming, zouden ze eventjes snel bellen. Ja, via de kakelende met Rutte om te laten weten. Ja, je gaat eraan. Oh, hoe slecht, gluiperig kan je zijn. En achterbaks ook. Ja, kakelende. En dat is het. En dat, ja, dat is een mirakel. Dat is de Mark niet vergeten. Nee, zijn geheugen is daar nog helemaal optimaal. En ook de Mark heeft zijn eigen ober. Ja, ja. En die ober, die kwam nu even afrekenen, ja, bij de kakelende. Ah, is hij in orde zeg. Ja, ja, en zo zit het vrienden. En niet anders, ja. Dus, wat leren we hieruit? Ja, achterbaks loont niet.